There's a place I go to, but no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. Arnhem, hoofdstad van Gelderland. Een stad die leeft, bruist en waar mensen in beweging zijn. Ik ben benieuwd waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Waar gaat u naartoe? Everybody got the reason, everybody got the way. We can tell each other secrets and remember how to love. Goedemiddag mevrouw en meneer. Goedemiddag. Mag ik vragen waar je naartoe gaat? Wij gaan naar de Schuitgraaf in Arnhem oppassen op de kleinkinderen die we straks voor school halen. En het zijn al, de opa's en oma's zijn al de lust, hè? Niet de last, hè? Nou, maar dit is leuk om te doen? Dit is leuk om te doen. Dan zien we ze één keer in de week. Oké, u gaat één keer in de week oppassen? Ja. Elke donderdag gaan we naar Arnhem. Want als laatste een item op de tv dat mensen daarvan af willen eigenlijk, dat ze niet meer die verplichtingen willen altijd. Maar... Nou, wij hebben het samen 15 jaar al gedaan. Dus we hebben 6 kleinkinderen. En al 15 jaar bent u aan het oppassen? 15 jaar zijn we aan het oppassen. Maar u ziet ze wel dan ook. Ja, ja, maar is er ook iemand die in de buurt woont. Maar, U komt hier niet vandaan, uit Arnhem? Nee, wij komen uit Twente, uit Rijssen, het oosten van het land. Twente. En daar zeggen ze van mij, I dood moet goed doen. I dood moet goed doen. Ja, zie, ik zit dat dan niet. Maar we weten wat we bedoelen, hè? Ja, maar als je iets doet... Dan moet je het groen. Ja, ja. Dat is het. Wat leuk. En een van uw kinderen zijn hier terechtgekomen? Ja, zij werkt zelf in Serenberg, maar ze is onderwijzeres. En hij werkt Utrecht BDO hier aan hem. Oké, en u heeft de tijd samen? Ja hoor. Ja, tuurlijk. Gepensioneerd, dus dan kan dat allemaal wel. Maar ook toen wij nog werkten, hebben we het ook altijd gedaan. Oh ja, al 15 jaar is behoorlijk lang, ja. Ja, en als wij op vakantie willen, dan kunnen we gaan. Dan regelen ze wel wat anders. Maar u bent oorspronkelijke Twentenaar? Ja, ik ben geboren en getogen. Ik ook. En ik heb inderdaad, ben altijd ondernemer geweest. En ik heb heel bewust bij de geboorte van het eerste kleinkind, 15 jaar geleden, gezegd... ik ga een dag minder werken en ik ga op passen. Heel verstandig. En wat deed u? Wat had u voor een bedrijf? Ik heb een bedrijf gehad in de IT. Eigen IT-bedrijf? Ja, eigen IT-bedrijf en dat verkocht in 2010. En ik heb dat samen gehad met mijn zoon. En uw zoon zit er nog in of niet? Mijn zoon die heeft inmiddels het bedrijf verlaten en is inmiddels weer gestart. Ook met een nieuwe IT-bedrijf. En u werkt ook, hoor ik zeggen? Ik ben al lang gepensioneerd. Ja, maar u heeft wel gewerkt? Ik ben altijd apothekenassistent geweest en in de herenmolen gezeten. Vrijwilligerswerk veel, dus ik steun veel. Maar jullie zijn de 65 gepasseerd? Ik ben 72. Dat zie je niet, zeg ik altijd, mijn vrouw. Ja, en ik word 70 dit jaar. Maar inderdaad, samen heel veel en nog steeds... Blijven doen. Blijven doen en met name vrijwilligerswerk. Ik ben lokaal voorzitter van een businessclub. Ja, dus... Nou, dit is ook vrijwilligerswerk. Ja absoluut. Dit doe ik ook een halve dag in de week, maar het is leuk om dat te doen. Ja, nee, om onder de mensen te blijven. Ja. Ook dat, maar je kunt ook best als je gepensioneerd bent wat doen. Je hebt ook genoeg mensen die zeggen ik wil niks doen, maar dan denk ik... Maar je betekent nog heel veel voor de maatschappij. Ja, daarom. Wij hebben voedselbanken opgezet bij ons in de plaatsen. Leuk. Kledingbanken, dus dat loopt allemaal. Ja, zo gaan we het ziekenhuis, vrijwillig op zo'n shuttle rijden. Dus wij doen van alles. Nou, mooi. Blijf dat maar doen. Alleen deze donderdag gaan we altijd oppassen. Ja. Altijd. Ik hoop dat u nog samen gezond oud mag worden. Dat hoop ik wel. En dat u kan genieten van de kleinkinderen en van uw kinderen. Ja. Ik dank je wel. Het gaat jullie goed. En van het leven heet Jazeker, ja. Nou, geniet ervan. Ja. Tot ziens, bedankt hè. Ja. Goedemiddag meneer. Goedemiddag. Mag ik vragen waar je naartoe gaat? Ik ga wat boodschappen halen. Vrije dag. Vrijdag, want normaal bent u werkzaam? Ik werk drie ploegendiensten. En wat voor ploeg moet ik aan denken? Ik werk voor mezelf, dus als je niet werkt komt er niks binnen. Hè? Nee, dat snap ik. Ja, dat is een hele goeie. Maar wat voor doet u dan? Ik maak meubels van steigerhout. Oké. Ja. En u zegt ploegendiensten? Dan... Ja, ik ben bezig met een eigen bedrijf op te zetten. Dus ik ben bezig met de loods. En de loods, die heb ik casco gekocht. Dus er moet nog van alles aan gebeuren om te draaien. Dus 28 februari hoop ik een grote opening te hebben.
En dan gaat u stijghoutmeubels maken? Ja. Tafelstoelen? Tafelstoelen, met bedden. Met kleurtjes erbij, zeg maar. Alles erop en eraan, ja. Ah, ja. En dat stijghout is wel aan te komen? Daar is er genoeg van, ja. Ja, ja. Ja. En wat deed u daarvoor? Hè? Daarvoor werkte ik bij Arma Vuur. Is ook leuk werk, maar niet wat ik... Niet wat ik zei wou. Nee. Ja. En dat wilde u vroeger ook al zoiets? Ik heb, ik heb dit al eerder gedaan. 7 jaar geleden. En door de crisis werd het moeilijker. Ja. Nou, daar heb ik tenminste kunnen overleven om op tijd mijn bedrijf te kunnen verkopen. En nu ga ik weer voor mijn eigen beginnen. Dus. Dat is goed, ja. Komt u uit Arnhem? Ik kom niet uit Arnhem, nee. Woont wel in Arnhem? Ik woon nu in Arnhem, ja. En waar komt u oorspronkelijk vandaan? Brabant. Niks mis mee? Nee, zeker en waar, niet. Waar, Brabant? Tilburg. Tilburg, de Kruikenzeikers. De Kruikenzeikers, ja. Ja, houdt u van carnaval? Zeker weten. Ja? Ja, gaat u het ook vieren? Ik ga het ook vieren, ja. Zeker. Hier of in Tilburg? Hier, in Arnhem. Met Ongehansen? Ja. Wat leuk. Ja. Ja. En u woont in Arnhem nu momenteel? Ja. Met een gezin of alleen? Ik ben weduwe, dus mijn vrouw is vorig jaar oktober gestorven van kanker. Oh, gecondoleerd nog. Dankjewel. Ja, dat klinkt gek, maar... En ja, je moet toch, het leven gaat toch door, hè? Ja, en hebben jullie samen ook kinderen? Ik heb 2 kinderen, ja. Een zoon van 20 en een dochter van 24. Oh, gelukkig. Hoe jong ben je dan? Ik ben 43, ik word 44. Oh, oké. Okay. Dus, je hebt jong vader geworden ook. Ik was er vroeg bij, ja. Ja, maar jouw vrouw is veel te vroeg overleden. En, ja. Dat is een rotperiode geweest. Ja, dat is altijd. Vooral voor de kinderen. Ja. Ik heb 5 jaar ziektebed meegemaakt. Dus in dat opzicht weet je dat de keer af gaat lopen. Ja. Maar voor de kinderen is het keihard, ja. Ja, maar voor jou ook natuurlijk. Maar hoe ga je daar doorheen? Ja, je hebt je kinderen, daar krijg je ook steun van natuurlijk. Hè? Kinderen vangen een hoop op natuurlijk. Ja. Maar ja, het blijft lastig. Het is een gemis. Het is nog tekort nog ook, hè? Veel tekort. Ja, ja, maar ja, je kunt er niet bij de bakken neer gaan zitten. Je hebt natuurlijk een verantwoordelijkheid voor 2 kinderen. Ja. En, krijg je wel hulp van buiten, van vrienden of familie? Of, ik krijg genoeg steun, laat ik het daarop houden, ja. 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 Maar het is wel... pittig. Het is pittig. Heel pittig. Het blijft pittig, ja. Pittig. En dat is iets wat, daar kom je nooit meer van aan. Maar ja, ik heb nooit aan de huishouden moeten doen. Dus dat komt nou in één keer allemaal op je eigen dak. Eigenlijk oneerlijk, hè? Dan krijg je dat ook nog een keer bij. Nou ja, je weet dat het erbij hoort. Ja. En je hebt gewoon de zorg voor 2 kinderen en daar moet je ook voor staan. Ja. Ik loop net door het winkelcentrum en loop een paar kinderen van school met kanker dit, kanker dat. En dan denk ik bij mezelf, wacht maar tot je zelf meemaakt in je eigen omgeving. Dan weet je hoe precies... kunnen we dat nou aan mensen uitleggen dat je dat woord daar niet voor moet gebruiken? Dat kun je niet uitleggen. Maar kijk, die kinderen kunnen vaak niet eens wat aan doen. Maar wie corrigeert dat nou? Hè? Maar komt dat voor jou extra hard binnen als ze dat tuurlijk, woord? Ja. Tuurlijk. Maar ze weten niet wat ze zeggen. Ze weten, kijk, ze zijn... door zo'n woord kun je iemand toch best wel leed aan doen. Nou raken, ja, en leed. Ja. Ja, zeker. En dat is toch wel... in deze maatschappij is keihard geworden. En dan moet je mee proberen om te gaan. Maar soms denk ik ook wel eens bij mij van, zal ik je nou een schop onder je reet geven? Ja, dat snap ik heel goed. Ik hoop dat wat jij nu zegt, als we dat uitzenden over een paar weken, dat het een beetje blijft hangen bij ouders. En waar ze horen wat kinderen roepen. Het zijn ook volwassenen die het doen, hè? Kijk, als je ouder bent, dan draag je die verantwoordelijkheid zelf. En wat ik ook heel in mijn omgeving ook zie, is dat mensen gewoon niet meer bemoeien met de jeugd van tegenwoordig. Want ze krijgen gewoon een grote bek terug en... En later voor wat het is. Ja, precies. Ik hoop als ze dit zien, en ik hoop mensen kijken naar Arnhem en omstreken, dat ze daar wel van oppikken. Ja, ik hoop en dat we dat woord even al daarvoor niet gebruiken. Nee, precies. Ik dank je. Ik wens je heel veel sterkte met je bedrijf, de 28e. En het ga je goed, jongen. Dank je wel. Jij bedankt. Wacht niet om te vieren. Wacht niet om te vechten. Alles wat je waard is, voor je het weet is het voorbij. Wacht niet om te lachen, wacht niet om te zeggen. Aan degene die je lief zijn, blijf jij hier bij mij. Wacht niet om te dansen. Goedemorgen. Goedemorgen. U zegt net, ik wacht op de vrouw. Ik wacht op mijn vrouw, ja, die zit even zijn boodschappen doen. Oké, en u blijft binnen. Ik vraag altijd, waar gaat u naartoe? Ik ga zo meteen naar huis. U heeft de boodschap al gedaan, tenminste. Ja. En komt u uit Arnhem? Nee, uit Westervoort. Geboren getogen? Nee. Ik ben benieuwd waar u vandaan komt. Ik ben Italiaan van geboorte. Wat een geluk. Waarom? Als je toch Italiaan bent. Ja, lekker eten. Ja, lekker goed. Mooi weer. Waar komt u vandaan uit Italië?
Trieste. Help even, ik ken het wel. Ja. Maar is het Noord-Italië? Of? Noord-Italië, ja. Aan de oostkant. Ja. Aan de zee ook? Aan de zee, ja, tuurlijk. Daar bent u ook geboren? Ja. Wat een rijkdom. Ja. Ja. En hoe lang woont u al in Nederland? Lang. 55 jaar. En waarom bent u naar Nederland gekomen? Ja, het is een lange geschiedenis. Ja. Maar ik ben gewoon voor... Met uw ouders of zelf? Nee, alleen. Alleen. Ik was 23 toen ik hier kwam. En u zegt voor het geluk? Ja. En heeft u ook een Nederlands meisje gekregen? Kijk eens. Daar staat ze. Maar waarom niet in het mooie Italië? Of had u daar geen toekomst, dacht u? Jawel, ik had een toekomst, maar ik moest talen leren. Voor en uw werk of zo? Ja. Oké. Okay. En waarom wilde u talen leren dan? Voor... Ik moest Duits kennen al van school. Ik moest Engels, Frans. Vanwege dat ik bij de politie kwam. Bij de gemeentepolitie in Trieste. En dat was de bedoeling dat ik zou de toeristen te woord staan. In meerdere talen? In meerdere talen. Ja, dus ging u op zoek naar landen waar u taal... Ja, maar ja, ik ben hier gestrand. Mist u Italië niet? Nee. Nee. Gaat wel op vakantie natuurlijk? Ja, ja. Ieder jaar? Ieder jaar. En daar is nog veel familie van u? Nee, is allemaal dood. Oh. Ja, als je zelf ook ouder wordt, want hoe jong bent u? Ja, word ik in maart 82. Nee. Ja, ik zeg het altijd, dat zie je niet. Ja, ja. En hoeveel maart? 15. Oké, u bent een vis. Ja, ja, ja een vis. Ik ben een ram. Maar, ja. Maar wat Italiaan, ja, wat houdt u nog van het Italiaanse eten? Dat ook zelf koken. En wat bent u hier gaan doen uiteindelijk? Want u was bij de politie. Veel dingen gedaan. Maar heeft u het langst? Ik heb 36 jaar gewerkt bij de betonfabriek. Dus niks meer met politie? Niks meer, nee. Dat is niks meer van geworden. Nee. Bedankt voor het gesprek. Hè. Geen dank. En fijne dag nog. Oké, tot ziens. Everybody got the reason. Everybody got the way. We can tell each other secrets. Remember how to